Mias is het jaarlijkse muziekfeest van Vlaanderen. Met glitter en glamour. Met winnaars, maar vooral met het kruim van de Vlaamse muziekwereld. Het beste van de rode loper. Frank van der Linden, mijn broer. What's up? Alles goed? Liever, wat is er gebeurd, vriend? Ja, klein accidentje, helaas. En voorzichtige maat. De Mias zijn een hoogmis van fashion met bijzondere outfits. Vaak origineel of strak in het pak. Ik heb kostuum aan, bestaat uit verschillende delen. Hij heeft de man-bun nog altijd. Kwaadongen zouden zeggen van, dat is super 2017. Maar niet voor Stromae. She's in the building, Emma Bell. Jij ziet er zo feeriek uit. Dank je. En soms gewaagd. Hoe mooi zie jij eruit vanavond? Zeg, dank je. Ik heb mijn best gedaan. Oh my god. Hoeveel goud zit er op jouw kleed? Geen flauw idee. Ik ben eens blij om eens in het goud te mogen aanwezig zijn. Heb je het niet wat warm met die kooltrui die je aan hebt? Vind je het moeilijk om naar mijn gezicht te kijken? Nee, ik niet. Ja, zalig. Ik ben echt slecht bezig. Maar nee, je bent helemaal niet slecht bezig. Heb je je telefoon hierbij? Ah nee, waar is jouw telefoon? Hoe kan dat nu? Ik kan toch niet meer... Ja, mijn telefoon is backstage. De rode loper waar de artiesten nog een laatste keer aan de tand gevoeld worden over hun torenhoge verwachtingen. Niels, 7 nominaties. Is dat niet wat veel? Dat is heel veel. Dat is eigenlijk zelfs te veel. Om te geloven dat dat echt is. Als je dan mag kiezen, de welke wil je dan het liefste winnen? Ik vind Urban wel een heel coole groep. Ah, maar dat is nu wel schoon dat hij dat zegt, hè? Echte groep vrienden zijn nog natuurlijk, hè. Oh, wat is dat? Flu season? Heb je echt zoiets aan gehad? Ja, ik heb dat zelfs nu nog altijd. Maar ik vond het een beetje belachelijk van hier zo rond te lopen. Dat is niet belachelijk. Doe dat maar. Better safe than sorry, hè. Je bent pas trop stressé. Non, ça va, très content. Je blinkt echt heel schoon. Ik krijg uw ziektes nu niet meer. Maar ik heb geen ziektes, hoor. Kunt jij wel zeggen dat jij geen ziektes hebt? Ja. Wat denkt iedereen van zijn eigen? Ja, dat is wel waar. Een beetje ziek in mijn kop. Ik moet even naar de Skeps, want die krijgen een Lifetime Achievement Award. Dus die oude knakkers moeten we even wat aandacht geven. De Skeps in the building. Lifetime Achievement Award na 40 jaar. Hoe voelt dat? Dat voelt heel goed. Allee, we zijn nu ook onze 40-jarige tour bezig. En die Mia erbovenop, dat is fantastisch. Ja, Reggie, je bent genomineerd voor Hit van het Jaar. Het zal wel zijn, hè? Ik ben daar heel fier op. Ja. Dat is een moeilijke om te halen. Nu ga je dat ding toch terug aan doen. Ja, maar ik vind het mooi. Ik vind het mooi. Je ogen komen goed uit. De rode loper van de Mias. Dat is glamour, een streling voor het oog, maar ook spanning voor de show. Met één grote vraag. Wie wint een Mia?